Een uitgebreide lunch. Het was een mooie ochtend. In Hotel de Koperwiek was iedereen nog in diepe rust. Nou ja, iedereen. Otje. 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 Tante Melia. Heb je ze al gevonden? Nee, ze zijn er niet meer. Neef Lodewijk is dood. Ik heb nog niet zo goed gezocht. Ik moest naar bed. Maar vandaag ga ik ze zoeken. Wat zeg je? Niks. Zonder katten en zonder vallen, er kan hier geen kat in. Ik zie geen val, dus ja. Maar er is hier niks fatsoenlijks te eten. Alleen maar blikken, blikken en nog eens blikken. Er is niet eens beschuit. Beschuit? Beschuit met muisjes. Heerlijke combinatie. Ik dacht dat ze in Musopia alles hadden. Ja, dit is nog niet het echte Musopia. Dit is een tussenland. Oh, Musopia, daar is het pas echt heerlijk. Musopia, Musopia, waar ga ik naar op reis? Musopia, Musopia, mooi muizenparadijs. Elke muis voelt zich het thuis in zijn vrij gelegen huis van Leidse of van Goudse kaas. Het dak bedekt met speculaas. Een frisse duik in een bad vol blanke vla. Skiet van een berg van chocola. En roeit wat op een melkrivier. Hier kent een muis alleen plezier. Musopia, Musopia. Mooi muizenparadijs. Lodewijk, kom op nou. Hotel Restaurant de Koperwiek met mevrouw Pardoes. Prima. Ik zal even in de agenda kijken, maar ik denk dat dat wel geregeld kan worden. Een uitgebreide feestlunch met de burgemeester. 8 personen. Ja hoor, dat kan geregeld worden. 1 uur. Uitstekend. Staat genoteerd. De burgemeester van Kokkelburg komt hier natuurlijk niet elke dag lunchen. Ja, het betreft een heel speciale aangelegenheid. Dus het is van het uiterste belang dat alles in orde is. Het is geen klachten, alleen met tevreden gezichten.
Begrijp je? En dat moet om 1 uur klaar zijn. Ja, geen minuut later. Zou ik dan eindelijk mogen beginnen? Oh, ja, natuurlijk. Ja. Wat ben jij aan het doen? Niks. Mooi. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Een prachtig exemplaar. 10 gram schoon aan de haak. Gefeliciteerd. Ja. Oh, de volgende komt eraan. Oh. Dat duurde lang. Jessie heeft een ei. Oh. Niet te geloven. Mooi, hè? Mooi. Schandelijk, dat vieze kind in de keuken. Dat kind is mijn dochter. Heeft toevallig heel hard gewerkt en prima meegeholpen. Geholpen? Ik zie alleen maar onkruid tussen de vruchten. We krijgen toevallig keurige gasten. Denk maar niet dat de burgemeester dit op prijs stelt. Nou, de keuken uit, smerig kind. Tos. Tos, zet neer. Je gaat toch niet? Zet neer. Je hebt er de hele ochtend aan gewerkt. Kan me niks schelen. Denk aan de burgemeester. Dat kan me nog veel minder schelen. En als je gaat smijten, dan word je ontslagen en dan moeten we weg. Dan gaan we weg. Ik wil helemaal niet weg. Hier. Het vorige recht kunnen we wel vergeten. Hij heeft een zalmschotel tegen de muur gesmeten. En nu is hij bezig met de rest van het diner. Oh, ga naar binnen en ontslaan. Ontslaan? Terwijl de burgemeester komt? Ja, die moet toch al van de muur eten. Het is over. Ik ben weer kalm. Dankjewel, Ottekind. Je bent ontslagen. Linea recta. Retour afzender. Daar is het gat van de deur. Wat een onzin. Mijn man is een tikje nerveus. Hij bedoelt het niet zo kwaad. Werk vooral verder, Tos. De gasten kunnen elk moment arriveren. En wat had ik nou gezegd over kinderen in de keuken? Het is hier geen speeltuin. Ik hou. Nou, schiet nou op. Ja, rustig. Volg mij nou maar. Ja. Felicitaties met de ontdekking van de oorkonde, mede namens mijn man. Zo'n bijzondere gelegenheid verdient natuurlijk een groepsfoto, vindt u niet? Dat is een groot nadeel. Wat is een groot nadeel? Niet mogen blaffen. Kun je nagaan. 8 wildvreemde mensen in je huis. En ik mag niet blaffen. Maar ik wel.
grapje. Hmm. Waar is Betsy eigenlijk? In de kelder. Ze rookt muizen. Ziezo. Nou heb ik jullie. Eindelijk. Nog niet. Schiet op, jongens. Ga niet, ik zit vast. Kom hier. Vreedzak, je zijn een blikje per dag niet genoeg. Nou, muizen vangen is mijn plicht. Daarvoor ben ik aangesteld. Laat me eruit, maar. Kom maar tevoorschijn. De kat zit vast. Niet op ingaan, jongens. Jullie tante Melia woont op zolder. Zij heeft me gestuurd. Ze is erg ongerust. Jullie kunnen met mij mee. Oké. Kom op. Moet ze niet mee? Sissy zit vast. Straks mag je eruit. Ik doe u vanzelfsprekend een afdruk toekomen. Dames en heren. Hierbij wil ik als burgemeester van de prachtige stad Kokkelburg klinken op de buitengewone vondst van de heer Pijpentoon. Meneer Pijpentoon, ga uw gang. Schitterende letters. Vlug, maak een foto. Meneer Pijpentoon, het woord is aan u. Ah, ja. Ik zat wat te snuffelen tussen wat oude briek en brak in mijn antiekzaak. En toen vond ik dit. Oh. Dit perkament bewijst dat Kokkelburg bijna 500 jaar geleden stadsrechten kreeg. In de Kokkelburgse feestweek zal de minister-president deze oorkonde op echtheid controleren. Dan is Kokkelburg officieel een stad. Wat voor een stad. Prachtige stad. Wat heb je daar? Niks. Niks? Laten we zien. Oh, lucht. Had ik het niet gezegd, jongens? Usopia bestaat echt. Volg mij. Wat krijg je nou? Weg. Ik wil geen muis op mijn tafel. Dit is Lodewijk met zijn familie. Ja, dat zal best. Maar de gasten wachten op een lunch. En het kan onmogelijk werken met 5 muizen op tafel. Ja, ik neem ze mee naar zolder. Maar dan zal ik toch eerst iets moeten vinden om ze in te doen. Als het is zover, we gaan beginnen. Juist, ja. Ja. Oh. Ja.
Hè? Waar zijn ze nou? Weg. Gelukkig maar. Het scheelde maar een haars of Pardoes had ze gezien. Oh, de kind, mag ik me even concentreren? Ze heeft een neus van een gaatje. Muizen, die vinden altijd wel een gaatje. Dag, kind. Dames en heren, mag ik een ogenblikje stilte, alstublieft? Daar gaan we. Ja. Oh, is het lekker allemaal? Kom hier. Kom hier. Muizen! In de salade! Ze zijn weg. Ik zag ze naar de gang rennen. Oh. Excuses voor het ongemak. Gaat u alsjeblieft door met het voorgerecht. Ik vind dit een grote schande voor de stad Kokkelburg en al haar inwoners. Wat een waardeloos hotel. En wat een waardeloze flatkok. Ja, waar blijft u nou toch alsjeblieft? U krijgt natuurlijk een fikse korting. Korting? Ja. U denkt toch niet dat ik voor deze schaamteloze vertoning 1 cent ga betalen? Rekent u maar dat ik als burgemeester van de prachtige stad Kokkelburg de positie van uw hotel ernstig in gevaar kan brengen. Goedemiddag. Ik stuur u de foto nog af. En nou is de maat vol. Levende muizen op tafel. De burgemeester kwaad weggelopen. Hotelrestaurant De Koperwiek heeft voor altijd een slechte naam. Je bent ontslagen! Ze dacht je wel, en toen op die tafel, nou, oh, aan het eten die mensen. Oh jee, ja. Dat is verschrikkelijk. Het is wel lekker zalm, was het. Ja, jij moest eten. Sorry. Rotmuizen. Is afgelopen. We moeten nu echt weg. Grote kind. Ik heb wat geld gespaard. We hebben ons busje. Wat wil je nog meer? En geen meneer of mevrouw Pardoes meer. Weg met alle bazen. Weg met de terreur. Wij gaan onze eigen weg en verder geen gezeur. We hebben toch ons bussie, dus praktisch niets meer nodig. 2 slaapzakken, een kooktoestel, de rest is overbodig. We hebben toch ons bussie. Vrij, vrij, vrij om te gaan. Geen mens kan ons wat maken, geen mens kan ons slaan. Vrij, vrij, vrij. We hebben toch ons bussie.
ons bussie. Open ligt de wereld, niets dat ons nog weert. En voortaan blijf ik eigen baas, dat heb ik wel geleerd. We hebben toch ons bussie, die brengt ons waar je wil. En wil je ergens anders heen, dan geef je maar een gil. We hebben toch ons bussie. Vrij, vrij, vrij om te gaan. Geen mens kan ons wat maken, geen mens kan me ontslaan. Vrij, vrij, vrij op avontuur. Wil je liever naar Parijs of naar de Côte d'Azur? Vrij, vrij, vrij om te gaan. Geen mens kan ons wat maken, geen mens kan me ontslaan. Vrij, 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 we hebben toch ons bussie. Op avontuur, spannend toch? Ik vind het wel jammer van de hut. We komen nog wel eens terug, dat beloof ik. Kom, inpakken en wegwezen. Bij de wereld in. Ik weet niet of dat dan wel zo'n goed idee is. Geen sprake van. We blijven veilig op zolder. Veilig? Met een kat in huis? En allemaal muizen vallen in de eetzaal? Ik heb meer dan genoeg van die muizen. Gaan jullie echt weg? Oh, nee, doe het niet. Ik wil het ook niet. Maar doe de groet aan Jessie en de eieren. Dag, Poefie. Ik zou graag meegaan. Maar ik heb zo'n last van wagenziekte. Snap je? We komen nog wel eens langs. Meentje. Jammer dat jullie weggaan, maar ik kom je nog wel eens opzoeken, hoor. Stop! Wat is er? Oh. Urenlang heb ik hier opgesloten gezeten. Ik zal het niet meer doen. Nooit meer. Want we gaan weg. Voorgoed. Voorgoed? Hier weg? En zo ging Otje weg van al haar vrienden in Hotel de Koperwiek. Ze vond het eng en leuk tegelijk. Dat heb je met avontuur. Dat is altijd een beetje spannend.